Fijn dat je luistert naar deze korte versie van Door de Bijbel. In 240 afleveringen neemt Joost Bastiaans je mee op reis langs alle verhalen uit het Nieuwe Testament. 2 Corinthus 12. We zijn in onze studies een lange weg gegaan met Paulus. Niemand kan ontkennen dat hij veel geleden heeft voor de naam van Jezus Christus. Maar Paulus wilde daar niet over opscheppen. Hij wilde alleen maar opscheppen over de dingen waarin hij zwak is. Paulus vertelt ons hier een ongelofelijke ervaring. Tijdens zijn eerste zendingsreis werd Paulus meegenomen naar de derde hemel. In Handelingen 14 lezen we hoe hij werd gestenigd en voor dood achtergelaten. Paulus zegt er niet veel over, of hij nu dood was of dat hij buiten bewustzijn was. Dus kunnen we dat ook niet weten. Maar in ieder geval zag Paulus de derde hemel. Daar hoorde hij dingen die een mens niet onder woorden kan en mag brengen. Het was hem verboden erover te praten. Een ander inkijkje in Paulus persoonlijke leven was zijn openhartige uitspraak over de scherpe doren in zijn lichaam. God liet dat lijden toe. We weten niet wat het is. Sommigen denken dat hij misschien slechte ogen had. Paulus vraagt de Heer drie keer om hem hiervan te bevrijden, maar God zei nee. Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. God zei dat Hij die doren in zijn lichaam niet zou verwijderen. Hij zou Paulus de kracht geven in genade. De geest zou de zwakke Paulus de kracht geven voor zijn evangelieverkondiging, meer dan wanneer hij in eigen kracht had gestaan. Iemand zei eens dat God ervoor koos Paulus niet te genezen, maar hij hield hem. Paulus vertelde hierover omdat hij de Corinthiërs wilde helpen om in Christus te groeien. Hij gebruikte geen trucjes. Hij predikte het woord van God in alle eenvoud. Hij deed alles om ze te laten groeien in hun persoonlijke relatie met Christus. Dat was een moeilijke opgave. Je herinnert je waar ze woonden: Corinthen was een verderfelijke stad. Ze stonden bekend als het meest zondige centrum van het Romeinse Rijk. Mensen gingen daarheen om te zondigen. Vandaar dat de kerk de neiging had om makkelijk over zondige dingen heen te stappen. De kerk bestaat uit een groep mensen die leven om Gods naam hoog te houden. Ze leven voor Hem. Maar te vaak hebben ze het te druk met hun eigen problemen om in het woord van God geïnteresseerd te zijn. En toch, ondanks dat houdt de Heer Jezus van de kerk. Hij offerde zichzelf, zodat Hij hen zou schoonwassen om voor God te kunnen staan. Of schoon we daar ver van verwijderd zijn, moeten we toch die richting uit. De kerk in Korinthe heeft goed naar Paulus gekeken en nu daagt hij hen uit om zichzelf te onderzoeken. Jezus Christus werkt in elk van ons en vraagt ons om de balans op te maken. Kijk naar je eigen leven. Kijk wat je denkt, naar wat je doet. Groei jij in je geloof? Leef je gehoorzaam aan het woord van God? Onderzoek jezelf regelmatig. Wees eerlijk tegenover jezelf. En laat zien dat Jezus Christus in jou woont. Paulus wil dat we allemaal leven zoals God dat wil. Dat soort leven krijgen we alleen als we groeien in de genade en in de kennis van Jezus Christus. Laat je bemoedigen in je geloof. Wees één met elkaar en maak geen ruzie. Dan zal de God van liefde en vrede bij jullie zijn. Je herinnert je nog. Dat we al eerder leerden over Gods nabijheid, over Zijn hulp. God gaat naast ons staan om ons kracht te geven en ons te bemoedigen. Dat wil God ook vandaag voor jou doen. Met de hulp van de Heilige Geest die in jou woont, helpt Hij je Zijn Woord te begrijpen en te doen. Dan laat je zien wat het is om een kind van God te zijn. Als we zo leven, laat je meer zien van de liefde en de vrede die je voor elkaar hebt. Dat is de vrede van God die ons verstand te boven gaat. Die wordt mogelijk gemaakt door het bloed van het kruis. We moeten in die heelheid leven en blij zijn dat God ons redding geeft. Als we dat doen, zal de God van liefde en vrede met ons zijn. Vergeet dat niet, je bent niet alleen. God is met jou vandaag. Is dat niet geweldig? Bedankt voor het luisteren naar deze korte versie van Door de Bijbel. Als je je abonneert op deze podcast kun je alle afleveringen gratis beluisteren, waar en wanneer je wilt. En wil je nog meer horen? De uitgebreidere afleveringen van Door de Bijbel zijn ook gratis te beluisteren. Ga naar twi.nl.